En hallo iedereen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe livestream van Beyond Two Souls. Ik heb er weer reuze veel zin in. We zijn in deel 3 aangekomen. En om toch even een beetje het geheugen weer op te frissen, heb ik een soort van ideetje bedacht. En vooraf een klein kort filmpje gemaakt hoe het de vorige keer is geëindigd. Dus hoe deel 2 is afgesloten. Want we zijn toen na 2 uur spelen zijn we gestopt. Het was een hele spannende aflevering. Om gewoon even het geheugen weer op te frissen, heb ik nu dus voor jullie nog even een extra videootje in elkaar gezet. Jazeker. Nou, we gaan eens even kijken naar dat videootje. En heel veel kijkplezier. Het duurt even kort, 1,5 minuut ongeveer. Oh, had ik dat wel moeten doen? Ik denk het wel, want ik kan niet echt een conversatie met hem houden, met Cole natuurlijk. Dit is onder hypnose van mijn identiteit of identity. Weet je wel? Mijn geest. Mijn persoonlijke trouwe geest. Mijn beschermende engel eigenlijk. You'll forgive me, right? I'll be back soon. Don't worry, I'll be fine. Okay, Aiden. Take him into the forest. Make sure he's safe. Oh, serieus, moet ik nou echt serieus weglopen met Aiden in de bosjes of zo? Oké, prima. We lopen gewoon maar hier in de bosjes of zo. Ja, heel droog. Heel droog, heel droog. Oké, doei. Doei. Kijk, hier gaan we lekker uit. The Red House Bar. Kijk. The girls must be inside already. En we gaan gelijk verder met spelen. Dit was best wel creepy hoe dat in elkaar overging, hè? Ja, was gewoon een beetje mazzel. Hey, bedankt voor de follow. We gaan verder met de dame dus, waar we vorige keer gebleven waren. Happy hour, Monday until Friday. En lekkere cocktails voor $2. Nou, dat is mooi meegenomen, toch? Laat me dadelijk even weten of het geluid allemaal goed is voor jullie. En anders zet ik het geluid natuurlijk wat harder. Geen probleem. Hey, hallo Nico. Welkom in de livestream. Geluid is goed, zegt Badger. Kijk. Even luisteren als ze gaan praten of dat ook prima is. Maar dit is de bar. Dit is leuk. We wachten wel. Ze praat waarschijnlijk ook tegen de geest. We kunnen even gaan zitten op een stoel. Ik kan ook even rond gaan kijken. We zijn er lekker aan het poelen. Biljarten. En hier ook een flipperkast. Kan ik aan de flipperkast? Ik wil flipperen. Kan ik hier naartoe lopen? Wat is daarachter? Helemaal niks. Ik kan even bij de bar kijken. En ik kan natuurlijk als geest verschijnen. Kijk, dit is. Ik speel nu de geest, zeg maar. En ik weet niet wat ik precies kan doen. Kan ik hem een beetje irriteren? Nee, dat gaat niet. Nou, dan ga ik gewoon rustig op een stoel zitten wachten. Ja, ik denk dat dat de bedoeling is. Ja, zeker. Ik heb toevallig op Instagram een foto geüpload dat ik naar Halloween ga in Toverland. Zeker. Zo, dit is beter. I'm 21. Ben je 21? Zo. Even lekker voor in mijn rug. Kijk eens, lekkere limonade. Helemaal verdiend. Weet ik nog niet welke dag. Ik denk dat ik eventjes ga... Oh, kan ik poelen? Ja, kijk. Er staat zo'n stippeltje bij, dus dan kan ik eventjes... op dat ding drukken. Ja. Sure. Ja, toch? Ik wil een potje poelen. Ik ga niet meer uppie. Dat is een beetje raar, weet je wel. Het zou kunnen om te oefenen, maar in principe.
Trouwens, Davidy Boy, dit is al echt de 10e keer dat je mij volgt. Hoe kan je dat elke keer opnieuw doen, zeg maar? Want ik weet, als je me ontvolgt en weer volgt, dan moet je als het goed is dat niet zien in beeld. Maar jij kan er elke keer voor zorgen dat je elke stream mij volgt. Okay. Oh, chips. Oh, dat was eenmaal te laat. Stom, klet er niet op. Naam net een letter veranderen. Ja, misschien wel knorretje. De waarheid. I'm just, you know, out to meet some friends. They'll be here any minute. Wordt het geluid harder in de game? Laat me even weten. Zo. Netjes. Netjes. Waarom is die man zo eng? Hij kijkt me zo eng aan ook gewoon. Truth be told, you look kind of young to be in here. How old are you? Waarheid. Nearly 17. Old enough. Komt ie? Nee, oh, te laat. Potverdorie. Go in, damn it. It just ain't your lucky night. Excuse me. En hij ook niet hoor. Ik dacht, ik ben slecht, omdat ik niet op het juiste moment op de knopjes druk. Maar hij doet dat ook gewoon helemaal niet zo goed. Hey Rens, jongen. Ja. Actually, I snuck out to meet my friends. Oh yeah, your friends. The ones who ain't shown up yet. Waarom ondervraagt die man me continu? Ik vind het heel creepy, zeg maar. Oké. Okay. Komt-ie? Back off! Come on, baby, you know you want to. Klappen gezicht. Wat is deze? Wat is deze? Who's there? Ik moet nu als geest. Show yourself. Come out, you fucking coward. Oh my god, dit is spannend. Ik ga de pin ding. Oh nee, ik doe die stoel. Kijk, komt ie. Hoppakee. De pinautomaat of de bimbalautomaat. Kijk, dan worden ze een beetje bang, hè? Worden ze een beetje bang? Die tafel. Als die tafel nou tegen hem aangooi. Ja, hoppakee. Gewoon wegjagen. Wat nog meer? Wat ligt hier allemaal? Kijk, hoe gaan we dit doen? Ja. Oh, dit lukt weer niet. Wacht even. Die controls zijn nog steeds belachelijk vervelend. Maar ze moeten een beetje bang gemaakt worden. Wacht even. Als die stoel nou gewoon naar hem toe... Wacht even. Een beetje zijn kant op. Wacht even hoor. Oh, ja. En nog eentje. Die gaat dan richting hun kant. Ik weet niet of dat lukt. Ja, kijk. Ja, het lijkt wel op een spook, dat klopt. Moet ik het donker maken? Ik weet niet of ik het licht uit kan doen. Oké, ze gaan weg. Oké. Het is gelukt, jongens. We hebben de mannen verslagen. Nou ja. Wacht maar. Dat was niet echt heel erg bijzonder of zo. Heb ik niet wat anders? Wacht. Oh ja, die vent. Wacht. Ik kan hem overnemen. Kan ik hem wurgen? Nee. Waarom doe ik dit? Nee. Oh.
bedankt voor het volgen. Konoraka Vetster. Hallo, Hectic. Dat was even ruig, ja, dit. Ik heb die mannen wel vermoord, maar dadelijk komt er zo'n procentbalk ding van hoeveel procent van de spelers op de hele wereld die dit spel gespeeld. Oké, okay. 90% ging langs de bewaker bij de ingang. 81% de klanten niet gehoord. 99% de aanvallers verslagen. Dus het is 1% die dat niet heb gedaan. Dat is echt heel weinig. 77% weggeglipt of gerend bij de PDA. DPA, sorry. 84% in de bar gebleven. En 90% heeft minstens 1 aanvaller gedood. Ja, je kan ook. Er is ook een niet gespeeld pad. En waarschijnlijk is dat dan een alternatief dat je hun laat ontsnappen of zo. En niet dood. Dat zou kunnen. Maar ik zie wel dat. Het meeste ligt boven de 70% aan de keuzes die ik zelf heb gemaakt. Dus dat is op zich wel een soort van positief, denk ik. Dus al met al best wel een goede episode gespeeld. We gaan snel door met de volgende en welkom kijkers. Hey, je hebt mijn naam alleen niet goed uitgesproken, maar dat maakt niet uit. Het is Konora Kavetster. Zo, bam. Waarschijnlijk is het nu wel iets beter dan eerst. We gaan door met, dit is eigenlijk de tijdlijn. En het gaat van het begin, en dan weer terug naar het midden, dan weer terug naar het begin, dan weer naar het eind, dan weer terug. Kijk, nu ben ik weer jong, in plaats van dat ik een tiener ben. Een 17-jarige. Nu ben ik ongeveer, wat zal ik zijn daar? 7 jaar, 6 jaar misschien? Ik zie wel hele schattige knuffels op de achtergrond daar. Apie, een beertje. Oké. Okay. I don't know how to tell you this, Jody, so I'm just going to tell you. Your mom and I, we've been transferred. We have to leave the base. We really want to take you with us, but we think everyone thinks that it would be better for you to stay here with Professor Dawkins. Okay, ik kan nu de geest spelen. Ik weet niet wat ik kan doen met de geest. Ik kan een beetje rond dwalen, maar it's possible. And when you're better, you'll join us in our new home. Okay? Well, I think it's for the best. Goodbye, dear. Be brave, darling. I know this is difficult. Susan. Just give me a minute, Philip. It's enough. Come on. Die man is zo'n asshole. Die man is zo'n verschrikkelijke asshole. Echt serieus. Asshole! Oh, wacht. Ik kan iets doen. Ik weet niet wat. Had ik dat moeten doen? Sorry. Ik weet niet of ik dat moest doen. Oh, hij zegt dat ik een goede beslissing maakte. Oké. Dan zal het wel zo zijn, denk ik. Maar de band met mijn vader was toch niet zo heel krachtig of zo. Dus ik had zoiets van, laat hem gewoon burgen. Dit was serieus de chapter al. Bedankt voor de follow. Milan TV, welkom. Oké.
Jij en zoveel procent van de spelers kozen voor deze paden. 62% dacht hetzelfde als ik om mijn eigen vader te wurgen. Maar niet dood te laten gaan. Dat heb ik niet gedaan, want ik heb hem op tijd losgelaten. Maar er is ook een niet gespeeld pad. Ik weet al bijna 100% zeker dat je ook ervoor kan kiezen. En dat heeft dus 38% gedaan. Die heeft dus ervoor gekozen om niet je eigen vader te wurgen. En dat is best leuk om die statistieken te zien. Maar ja, het is, ik vind het nog steeds een vreselijk persoon, die man. Ik vind het verschrikkelijk. We gaan snel door met het volgende chapter. We hebben al best wel een aantal chapters gespeeld. Het zou een game moeten zijn van ongeveer rond de 10 uur. Hey, Sander Blondes, dus bedankt voor het follow. Het zou een game zijn van 10 uur. Dus in principe ongeveer 5 livestreams. En we zitten nu bij de derde. Dus er zou nog een vierde en een vijfde moeten komen. We gaan dat zien. Hey, Cars. Ik moet denken aan Cars bij dit... bij deze omgeving. Look, I'm totally exhausted and thirsty, and I have no clue where we fucking are, so just play nice and give me a break, okay? Life is a highway. I'm gonna ride it all. Oh. Een update voor dat is aardig. Dankjewel, Sander Pondus. Je hebt je geabonneerd met Prime. Dat is aardig. Dankjewel voor jouw steun. Ja, ik gooi altijd het geld van alle abonnementen die ik krijg op Twitch. Gooi ik altijd in een donatiepotje. En dat donatiepotje, dat gebruik ik dan om games te kopen. Eigenlijk alles voor de streams. Ja. Ik heb wel een beetje op het laatste moment geklikt op R1, want ik moest klikken. En ik denk dat het maar een beetje gaan lopen. Maar ik had eigenlijk even moeten liften, want ik heb dorst. En misschien had die meneer wel wat drinken bij zich, denk ik. Hoop ik. Nou, we lopen dan gewoon door, denk ik. Een beetje lopen zo. Vroom, vroom. Er komt er nog één. Komt-ie. Yes! Ja. Nou, dat was niet een... Nou, wat goed. Dat was geen wat goed, maar ik doe hem toch maar als soundje. Oh, een steen. Oké. Okay. Ga maar even lekker zitten, Jody. Everything's gonna be okay. Ik hoop het. Wat een rare vorm heeft die steen. I'm dying of thirst. And everything's fucked. Nou. Ik weet ook niet waar ze is nu. Dat is best wel cool gedaan, maar... Wat? Oh. Een huisje. Ja. Heeft die geest me toch wel een beetje op het goede spoor geleid dat ik achter me moet kijken? Die moest klikken, want de klak deed het niet. Is dat zo, Falcon? Ah, wel leuk. Zo'n farm. Zonnetje ook daar. Mooi. Heel mooi. Ik hoor schapies. Meh. Waar komen schapies toch vandaan? Uit de kooi van Tante Sjaan. Oh, ik zie ze al, ja. Ah, wat schattig. Kijk nou. Dat is leuk. Meh. Schapie. Oké. Okay. Nou, prima. Prima, dikke prima. We kunnen ook naar de paardjes. Ik bedoel, ze staan er niet voor niets. Ik moet gewoon even een soort van interactie doen met de paarden. Kijk. Nou, speert. Peert zonder steert. Nou, ze hebben wel degelijk een staartje. Nou, schattige beest, hè? Beetje inzoomen op hem. Nou, een beetje kijken. Daar is een schuurtje. Daar is een heel klein schuurtje rechts. En daar is een huisje. Dus ik vermoed dat daar iemand woont. Of diegene is in de schuur. Laat ik even kijken in het grote schuurtje. Het grote schuurtje. Neem die pick-up en rij weg. Ja, maar dat is het punt. Ik heb helemaal... Ik hoef niet weg te rijden. Ik hoef niet te ontsnappen. Ik moet gewoon drinken, weet je. Ik moet gewoon lekker even lekker zuipen. En het liefst ook even een lekkere gevulde koek met zo'n noot in de midden.
Als ze dat hebben, gewoon een glaasje siroop of een glaasje jus d'orange of Fanta Cassis, dan is het helemaal goed. En dan een gevulde koek met zo'n noot in de midden. Dan is het helemaal prima. Nou, zullen we eens even kijken hier binnen? Wow, ik moest kloppen, want de deur stond niet open. Dat is mooi. Oh jee. Je gaat niet menen dat er niemand is, hè? Of het duurt natuurlijk heel lang, omdat er een omaatje van 95... Oh. I'm so sorry to disturb you. I'm just looking for some place to spend the night and I was hoping that... You can't stay here. Sorry. Schuur. Can I just spend the night in your barn? Please, I mean, I promise I will be gone by morning. I told you can't stay here. You need to leave now. Oh, een Indiaan. Engels? Ik zou het niet weten. Hey Kira, dankjewel voor de follow. Welkom. En danst als Gerard Joling. Jeetje. Nou ja, het is wat. Hey. What's your name? Oké, tot omaatje. I'm Paul. Hallo Paul. These are my sons, Corey and Jay. Corey and Jay. En hij is denk ik de opper-Indiaan. Kijk. Don't be surprised if she doesn't answer you. She hasn't spoken in years. Oh, wacht eens even. Would you like to eat with us? Oh. Dat is aardig. Dat is oprecht heel aardig. Nou, dat vind ik leuk. Ik mag gelijk gaan eten aan tafel. Maar die vrouw, even over die oma, die heeft al jaren niks gezegd. En ik kan waarschijnlijk met mijn geest in haar of haar soort van aanraken. En dan kan zij wel weer praten. Dus ik ga dan misschien wel hele leuke positieve stapjes zetten. Dat ik misschien wel meer mag van dat gezin. Of even, oké, we gaan even eten. Wat hebben we aan tafel? Wat is eigenlijk, wat staat er op het menu eigenlijk? Het is vlees met aardappelen. Nou, prima. Gewoon een aardappeltje en zo. En dan wil ik eigenlijk een vleesje. Maar ik heb keuze uit mais en uit een taco. Waarom? Ik wil vleesje. Oh. Ze is aan het mompelen. Waarom kijkt ze hem aan? Ik vind het heel eng. Oma? Hallo? Nee, ik wil... Waarom kan ik nou geen vleesje pakken? Ik vind het zo jammer. Zo, kijk eens even. Oh, ik dacht dat is een beker. Maar het is een beetje groot. Hey Stefano! Lekker avondeten. Ja, hey, hoe is het? Alles goed? We zijn bezig met deel 3 van Beyond Two Souls. We zijn weer op een late tijdstip. Zij is dus een jaar of... Nou ja, hoe oud zal ze hier zijn? Uit haar 10 jaren, dus misschien een 23, 24. En ja, ze is in the middle of nowhere. Een soort van Wilde Westen. En nu is ze hier zo binnengekomen en mag ze lekker aan tafel. En meer... Ik zie geen hitchhikers out here. Ask where you're headed. Eerlijk? Ja, toch, ik kan eerlijk zijn. Ja. I just keep moving from day to day. I guess if I keep going long enough, I'll figure out where I'm headed. I see. Zal ik Navajo, ja? Ja. You guys are Navajo, right? With the name. Oh, sorry. People in Navajo. That's what we call ourselves. Oké. Is dit een soort van Until Dawn spel? Ja, klopt, zeker. Boerderij, ga ik wat over zeggen. Far from everything here. My family has lived here for generations. I was born here. I'll probably die here. Nou. Oh. Het is wel een prachtige plek. To go. I know there's nothing for them here. Oh, oma wordt gevoerd. But they want to stay with their grandmother and me, so. Paarden, leuk, ja. Do you breed horses? Yeah, Mustangs. We also have a bunch of churros. Churros? Sheep. Oh, die heb ik gezien, ja. And milk. It's not much, but it keeps us alive. Oh, een hond. Wat? Het wordt nou in één keer creepy. Wat is dit? Jongens? Wat gebeurt er? Jay will try to your
Wat gebeurt hier? Zijn ze aan het beschermen tegen een of andere Wild West zombies? Hé, bedankt Joran de Jong voor de follow. Maar komen er geen weerwolven of zo? Of enge dieren? Er komen creepers natuurlijk. Aha, er komen Minecraft creepers. Ja, ja, ik ga mee. Ik snap niet waarom het eng wordt. Ik snap hier weinig van, maar waarom is het in één keer zo duister ineens? Ook met de muziek? Oké, nou, het is in ieder geval beter dan de boerderij. You stay in your room. No matter what you hear. What I hear? What do you mean? You value your life? Lock your door and don't come out until the morning. Sowieso ga ik als geest zijnde eventjes om het huis kijken wat er aan de hand is. Want ik vind het zo apart. Nou, even ongekleed. Zal ik maar gewoon in bed ploffen dan? En dan... Ik weet niet of ik uit mijn... Wacht, ik kan naar buiten kijken toch nu? Nee, dat gaat niet. Ik kom niet uit dit kamertje. Ik kan wel door het raam kijken, maar... Nou, dan krijg ik een keiharde jumpscare of zo. Dat zou ook nog kunnen. Kunnen we ook hier naar buiten? Ja. Maar ik kan niet te ver gaan. Hier is ook een kamer. Oh, en daar is oma. Is dat oma? Oma slaapt naast mij. Is ze wakker? Volgens mij wel. Oké, oma slaapt dus in de kamer naast mij. En kan ik ook verder komen door hier te kijken? Het wordt een beetje lastig. Hier slaapt ook iemand. Oh, die gozer. Oké, prima. Verder niks aan... Oh, en nog iemand hier? Wat doet die gozer? Hij is rondjes aan het lopen. Alsof hij heel zenuwachtig is of zo. Zie je het? Hij is heel zenuwachtig. Ik snap hier heel weinig van. Ik vind het vreemd. Ik vind het eng. Ik ga gewoon maar lekker in bed liggen en wachten tot het weer dag wordt, denk ik. Ja. Zo. Ik weet het. Het is een heel strange place. Don't worry. Tomorrow will be a long way from here. Good night, Aiden. Oh, Stefano zegt nu wordt het heel gaaf. Oké. Ik denk niet dat het zeg maar een nachtje slapen is en de volgende dag... Moet ik toch weer gewoon... Waarom moet ik nou weer... Ja, ik mag niet naar buiten. Ik kan even kijken wat hier beneden is. Oh, even water. Zo. Lekker fris. Lekker fris. Ik weet niet of ik... Ik kan hier nog iets doen, want ik zag ook nog een stippeltje. Ja. As? Ik weet niet wat hem bang maakt, maar... Oh, is op slot of niet? Shit. What? Wacht, ik ga even als de geest naar buiten. Is er wat op de gang dan? Nee, er is niks op de gang. Slaapt iedereen nog steeds? Kijk, oma ligt nog te slapen. Daar is niks mee aan de hand. Naast mij ligt... Waar is die gozer? Is die... Wat doet hij nou weer? Die zit gewoon... Hè? Oké, die is blijkbaar ook wakker geworden van waarschijnlijk de klap. En hij is ook wakker. En hij is een soort van aan het bidden. Ik vind het...
mysterieus worden. Ik vind het echt oprecht heel mysterieus. Zijn er nog meer mensen die enigszins wakker zijn en doodsangsten uitslaan? Oh, eerst de woonkamer. Oh, de hond. De hond zit ook onder de tafel. Oké. Nou, ik zou niet weten wat ik moet doen, maar... kan ik via het raam misschien wel iets doen dan? Nee. Heeft het spel ook zo'n soort butterfly effect? Weet ik niet. Volgens mij niet helemaal. Maar ik moet even kijken wat ik moet doen. Moet ik gewoon weer terug naar bed? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik gewoon weer lekker een tukje ga doen. Oh, zo. Ja, prima. Zo slaap je echt lekker, zeg maar. Ja. Maar wel goed ademen, anders wordt het een beetje lastig. Misschien even aan de eettafel vragen wat het precies was. Dat ze mij misschien wel uitleg kunnen geven. Ja. Heel vreemd. Ik krijg Resident Evil vibes door die oma. Ja, dat is inderdaad wel zo een beetje. Ja. Ik snap precies wat je bedoelt. Ja, die oma in die rolstoel. Super creepy. Ik doe even weer mijn broek aan. Want ik kan ook zonder broek, maar een beetje netjes om gewoon even mijn broek aan te doen. Kijk, shirtje aan. Is het zo koud daar? Dat kan toch niet? Is dat een geest? Oké, we lopen maar gewoon naar buiten dan. Zal ik even bij oma kijken of ze er is? Kijk hoor. Kan ik die deur wel openen? Nee, die kan ik niet eens openen. En hier is de deur al open, volgens mij. Even wacht hoor. Hier zo. Even kijken. Hallo. Nee. Oh, ik kan wel iets pakken. Is mooi, toch? Is mooi. Ik vind het mooi. Iets in de kast misschien? Nee. Ik heb hier helemaal niks te zoeken. Het is niet mijn huis ook, hè? Het is niet netjes om in dat huis... Ik zie daar nog wel wat liggen. Wacht even. Het is niet netjes om zo een beetje alles... Oh. Hij is een honkbalman. Sowieso. En al die prijzen ook hier, zie je het? Hij is echt een stoere honkbalman. Wat hebben we hier dan? Kan ik niet in? Nou, dan gaan we gewoon hier zo naar de kamer. Exhausted. Ja. The boys let you sleep. Thanks. I really needed it. Ik wil eigenlijk... Er is koffie. Oh, oké. Ja. Want ik wil weten wat dat 's nachts was. Dus ik moet even een conversatie aangaan met die meneer. Met die opper-indiaan. Nee, je moet even aan tafel zitten. Je moet daar dat ding niet leeg drinken. Nee, nog een keer. Oké. En nog een keer. Ja, die koffie moet op, hè. Het is niet netjes als je een koffie... krijg of aangeboden, ook al heb je hem zelf ingeschonken, dat je hem helemaal vol laat staan. Dat kan niet. Ik wil even met die meneer praten. Kan dat niet dan? Ik kan niet zitten aan die stoel, tafel. Nee. Moet ik dan nu gewoon naar buiten gaan? Nee, toch? Heel vreemd. Ja, goed zo. Dit is goed, ja. I'm gonna hit the road. Dat is een hint. Dat is een hint. Hey, trouwens, we hebben nog 6 volgers nodig, zie ik trouwens. Dat is nice. En meer dan 30 kijkers vandaag. Leuk. Hey Anita, welkom. Goedenavond. Was een gaaf, spannend stukje. Ja, inderdaad wel. Oké. Een dingetje. Ik mag blijven op de boerderij. Dat is geen punt. Kijk. Oh, wat is dat nou weer? I'm ready when you are. The sheep need water. Think you can handle that? Sure. Jawel. Ik kan wel schaapjes water geven. En die oma is er ook.
Ik ga eerst even naar de oma. Hallo. Oma, oma, oma. Jody and I'm gonna stay here for a little bit and help out. I hope that you don't mind. This is beautiful. Did you make this yourself? Kan ik haar... Nee, ik kan haar niet overnemen of zo. Haar ziel overnemen. Kijk, ik moet water halen. Maar waar in vredesnaam kunnen wij water halen? Zit hier ergens een... Meestal zit toch een pompje aan de zijkant van zo'n schuurtje of zo? En waarom hangt daar een touw? Oké. Ik zie wel allemaal spullen hier. Oh, wacht eens even. 40 or 50 years old. Oh. Dat is wel één hele coole motor. Als ik daarmee af en toe kan scheuren, hè, als ik hem opknap, zou dat best wel heel tof zijn. Hij ziet er gewoon goed uit. Maar doet hij het nog? Oma Joma. Er stond in de pomp buiten. Oh, oké. Ik ga hem zo meteen... Ga ik hem even bekijken, de pomp, ja? Bedankt, Kira. Voor het opletten. Oh, maar die... Oh, wacht. Ze vroegen net, wil je die pomp... Wil je dat water halen? Nu ben ik weer aan het schroeven aan die motor. Nee, nu ben ik eigenlijk niet mijn taak aan het uitvoeren. Potverdorie. Oké, ik moet met het balletje draaien van de joystick. We zetten gewoon dat hele ding in elkaar. Ze is echt zo technisch. Geweldig. Zo. Ja. Even schoonmaken. Even met die joystick. Even wrijven over die motor. Laat dat metaal maar lekker gloeien. Of blinken eigenlijk, hè. Shinen. Zo. Nice. Ja, goed. Volgens mij werkt hij wel, ja. Oh. Kan ik iets gebruiken met de geest of zo? Volgens mij niet, hè? Nee. Maar wie zei net goed werk? Zijn ze dat tegen zichzelf? Of... Nou ja, ik weet het niet. Daar ligt nog een boekie. Oh. Oude foto's van de boerderij, denk ik. Oh, hé, wacht even. Heel vreemd. Een of andere indiaan of zo. Ik kan trouwens ook nog naar boven, wacht even. Ja, we zijn nog niet klaar. Ik moet wel nog even naar boven. Kan ik dat doen of kan ik... Nee, ik kan dat niet doen, helaas. Nou, dan gaan we even... En wat was daar boven trouwens? Want dat kan ik wel zien met de geest natuurlijk, hè. Want die geest kan ik bedienen... Kijk, dan kan ik gewoon even koekeloerissen. Misschien zit er wat achter die hooibalen. Nou, niet echt iets bijzonders, geloof ik. Nee, hè? Nee, niet dat ik zie. Oké. Die vrouw is daar opgehangen in die schuur. Denk je, Kira? Het zou kunnen, hè? Ja, waar was die pomp? Oh, daar was die pomp. Ja, ik zie hem. Kijk. Ja, dat is onze grote taak. Maar ondertussen hebben wij ook gewoon lekker de motor eventjes opgeknapt. Mocht ik moeten ontsnappen omdat er in één keer een hele zombieplaag naar dat huisje komt... dan kan ik in ieder geval gelijk wegcrossen. Als een soort van, ontsnappingsmethode. We lopen even met die volle emmer met water. Kijk. Lopen we even naar het schuurtje. Naar het wat het middelmatige schuurtje is dit. Niet het grote, niet het kleine, maar het middelmatige schuurtje. Vind ik een mooie naam. Zo, kijk eens even. Ik heb even lekker water. Het
looks that way. Waar moet het water in? Hier in die bak misschien? Ja, kijk. Oh, wacht. Je moet langzaam met die joystick zo. Kijk. Ja, wat moet je een hoop doen met die joystick in één keer? Can you get some hay from the barn? Wil je wat hooi halen uit de schuur? Daar kom ik net vandaan. Potverdorie, had dat even eerder gezegd. Kom net van die schuur vandaan. Oké, okay, dus de game wil eigenlijk wel dat ik een soort van... die motor waarschijnlijk al fix. Dus ik was de game net een stapje voor. Of in ieder geval de opdracht was ik een soort van voor. Nou, we gaan eens even naar de boerderij. In de grote schuur dit keer. Niet de middelmatige, maar de grote. Dit is wel de grote schuur. Ja, dat hooi. Kan ik dat niet met de geest een soort van beuken naar beneden? Ja, kijk. Ik wist het eigenlijk stiekem al. Het ligt zo hoog. Oh, wacht. Moet het vanaf deze kant? Ja. Oké. Okay. Zo. En waarom zijn ze lekker aan het picknicken met oma? Nou ja, ik vind het best. Ik ga in ieder geval deze hooibaal, als het lukt, even brengen. Ja, die beesten moeten ook lekker eten. Hallo jongens. Hey. Hey. Lunch. Lunch. Okay, let me just finish this first. Ja, ik kom best even lunchen, maar eerst even dit afmaken, ja. Die schaap is nu al lang dood, maar ja, die motor was wel indrukwekkender. Nee, dat komt goed. Wij zorgen ontzettend goed voor die schaapjes. Kijk eens jongens, wat ik heb. Leg hem ergens neer. Oh, oké. Het is lunchtime. Ga en join the boys if you're hungry. You coming? Later. I still have work to do. Oké, later then. Kan ik die man nu niet meehelpen omdat hij zeg maar een soort van... omdat hij nog doorwerkt, weet je wel? Ik wil even mijn goede wil tonen. Nou ja, dan niet. Ik ga lekker lunchen met die jongens. Ik ben benieuwd wat op het menu staat. Gisteren was een lekkere maiskorf. Met vlees wat ik dus blijkbaar niet kreeg en kon bakken. Wat hebben we nu? Hallo jongens, hallo, daar ben ik weer. Wat hebben we? Wat zit erin dan? Is het een soepie? Ah, voor mij zie ik ook stukjes vlees. De boerderij. There's a lot of work to do on the ranch. Yeah. Jay takes care of the horses. I watch the churros and my father does just about everything else. Ik ben benieuwd of vandaag nog trouwens de 3400 aantikken, jongens, met volgers. Ik ben benieuwd. True that your grandmother hasn't spoken in years? Yeah. My father said she hasn't said a word since my great-grandmother died. That's gotta be 30 years. Lawaai. What were those noises last night? It sounded like something was banging on the house. And... That's just the wind. It makes strange sounds in the desert. I saw the dead sheep. What happened to them? A storm. They wander out of the pen and choke to death on the sand. Do you always ask so many questions? When I don't understand something, yeah. Huh? How about if I started asking you questions? Oh, ho, ho. What you doing here? You probably wouldn't like it, huh? So keep your secrets to yourself. Don't ask any more questions. Sorry. Excuse me. I got work to do. Don't mind him, Joe. Okay. He's okay when you get to know him. I'll bet. Well, I guess I better get back to it, or Paul get mad. See you later. En die oma ineens. Ja, ik snap er niks van, die jongens. Ugh. Ik zal toen heel stukje maar stoppen. Dankjewel, Damien van den Berg. Het is Damien! Maar nog steeds doen ze heel geheimzinnig over gewoon
wat er gebeurt 's avonds. Ik denk dat ze er niet over willen praten. Ik zal helpen. Kijk eens, bam. Hey, anything else need doing, Paul? No. But maybe the boys could use some help. Okay, I'll check. Misschien kan ik die jongens helpen, maar waar zijn die jongens dan in vredesnaam? Misschien is er eentje in die schuur. Dat kan ook. Oh, daar is er eentje. Kan ik hier dan... Oh, helpen. Proud and stubborn. Never wants to go in with the others. Do you mind if I try? You worked with horses before? No. Go right ahead. His name's Ashki. Hey there, Ashki. Don't be afraid. I'm just gonna come over there, okay? Heel rustig naar hem toe gaan natuurlijk. Hey! See, Ashki? En ze denken, hop. So bad, is it? Heel je hand weg. Admit it. You kind of like me, huh? Hey, Aiden. Damien hoopt om een remaster van de game. Op PS5. Wie weet. Wacht even, moet ik niet... Wacht even, kijk. Take him to the enclosure. Oh, ik bestuur dat paard nu. Oh my god. Kijk dan. Kijk, ik loop even naar hem toe. Hallo. Wat cool. Ik heb natuurlijk zijn geest overgenomen. Ah, dat is vet. Ja. En waar moet ik dan heen? Ja. How did you do that? We all have our secrets, right? Maybe I misjudged you. You want to take a shower? It's behind the barn. Ladies first. It's fine by me. Okay. Achter de schuur is dat dan dat hele mini kleine schuurtje. Want we hebben dan een mini schuurtje. Een middelmatig schuurtje, een groot schuurtje. Maar is dit dan het doucheschuurtje of is dat dat ding daar? Oh, wacht even. Daarboven staat zo'n leiding. Ik denk dat dit de soort van douche is. Denk ik wel. Ja. Ja. Wel even de oogjes dicht. Maar ik neem aan dat je niet echt iets... Ja, zie je, ziet niet echt iets. Kijk. Hoppakee. Lekker die kraan erover. Nou, Kira, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik ga me niet herhalen wat je zegt, maar... Dat hoop ik niet. Crown? Kroon? Bart zeg. Ik denk dat het weer een soort geest is dan. En you know what? He was never seen again. It's time to go to bed. What's happening? Why do we have to lock up the house? Just go to your room, Jody. And don't come out, no matter what happens. You remember the sheep last night?
I don't want anything to happen to you. Ik ga niet aandringen. Nee, 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 nee. Ik kan even om me heen kijken, maar de hond ligt weer onder de tafel. Nou, ik denk dat ik maar gewoon doe wat die man vraagt. Gewoon naar mijn kamer gaan, slapen. En gewoon, ja. Hopen dat er ook geen schaap wordt gepakt dadelijk. Moet ik naar een andere deur gaan? Slaapkamer? Blijkbaar moet ik iets doen nog. Maar wat? Wat wil de game? Blijkbaar mag ik nog niet naar mijn kamer toe. Moet ik naar oma? Dat kan ook. Of naar deze kamer? Nee, dat gaat dus niet. Een beetje teruglopen nog. Deze kamer. Nee, dat gaat niet. Hij zit weer daar. Oké. Okay. Die oma? Oké, okay, die ligt hem niet stil in bed, maar dat maakt niet uit. Hiernaast is de woonkamer al. Ik heb die man trouwens niet gezien. Waar slaapt hij dan? Oh, hier ligt die jongen. Die ligt gewoon rustig. Maar waar ligt die man dan eigenlijk? Heb ik nog een kamer gemist? Ik geloof het wel, hè? Dat helemaal hier zo. Kijk. Oké. Okay. Die man zit ook gewoon op het puntje van zijn bed. Staat het gamegeluid heel zacht, ja? Echt waar? Ik kan hem iets harder zetten, hoor. Maar ik heb van de meesten gehoord dat het geluid goed stond, dus... Maar ik kan het altijd even aanpassen. Als je het gewoon vraagt, dan kan ik het gewoon doen. Oh god. Moet ik dit doen? Moet ik dit wel doen? Het geluid is bij mij goed. Oh, oké. Okay. Bij de meesten staat het toch goed. Ik heb hem ietsje harder gezet. Ietsje. Als het nu te hard staat, dan laat het me even weten. Wow, wat is dit dan? Gewoon een hele zandstorm, ja. Maar moet ik nou niet gewoon lekker even die motor pakken en wegscheuren? Dat zou cool zijn. Mandy, welkom. Wat is dit? Kom, rennen, 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 rennen. Oh my god. Waar moet ik heen dan? Oké, okay, we rennen, 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 rennen. Ik weet ook niet waar naartoe, maar we gaan gewoon eroverheen. Ik zou het anders ook niet weten. In het schuurtje. Oeh, dat is hier, dat is hier. Okay, opschieten, opschieten, opschieten. Hoppakee. Ben ik hier veilig in het schuurtje? Ja jongens, ik probeer het te ontwijken, maar het lukt even niet echt heel makkelijk of zo. Ik ga steeds de verkeerde kant op. Kijk, nu lukt het wel. Holy moly. Kan ik niet beter eventjes... Nee! Ik kan beter even gewoon naar die schuur gaan en die motor pakken die ik heb gemaakt. Ik heb hem niet voor niets gemaakt. Wow. Oké, loop, 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 loop. Oh
Ontwijken, ontwijken. Oh! Yes, nice, Vince. Of Jody. Hoppakee. Je gaat het ontwijken in één keer een stuk beter. Oh, Ethan. Ja, 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 ik probeer het. Komt-ie, komt-ie, komt-ie. Zijn ze mij nou aan het beschermen of? Oké, dan. Ze beschermen mij. Horen ze dan bij Eden misschien? Jody, I told you to stay in your room. You could have been killed. What's happening here? What was that thing? You should have listened to me. Stayed in your room. You have to tell me the truth. You have to tell me the truth now. It's Yitzo. Zie je toch wel Yitzo? Dat dacht ik al. Geluid is nu perfect. Oh, mooie fase, bedankt. You can't fight a spirit. Spirits don't live in this world. If he's here, there's a reason. Wauw. Bizar. Echt bizar. Hij komt alleen maar in de nacht. Overdag is gewoon een prachtig stuk grondgebied. Met mooie stenen, echt zo dat Cars-landschap. Rustig aan. Do you remember Ashley? Oh. We're friends, right? Oh, rustig aan, rustig aan. I'm just gonna put my foot in the stirrup and climb up, okay? Ik hoop dat dat beest het goed vindt als ik omhoog ga. Tot nu toe wel. Oh, wat cool. We gaan een stukje rijden. Wat leuk. Hey, what do you think, Ashki? We're doing pretty good, huh? That horse is gonna have to tell me your secret. Listen, I'm headed over the pasture to tend the churros. You wanna come? Sure. Let's go then. Oké, we gaan echt gewoon een stukje rijden dan in de game. Yes. Wat cool zeg. Besturing is een beetje apart. Maar wel gaaf dat ik gewoon nu echt gewoon... Met een paard gewoon lekker... Oh, dat besturing is heel vreemd, ja. Maar dat geeft niet, het werkt wel. We gaan die vent gewoon achterna. Grote omgeving ook. Lekker uitgebreid. Ja, dit is toch een Cars-landschap, sowieso. Daar ken ik het van. En eigenlijk ook wel een klein beetje richting de serie Breaking Bad misschien? Gaan we hier afstappen? Ja. Rustig, joh. Oh, er zijn wat schapies. Wat schattig. Maar waarom zitten die zo ver van de schuur of van de boerderij af dan? Schattig. Look, I know you don't want to talk about it. But I really need to know what happened last night. Does a spirit come every night? It'll come for many nights, and then it won't show up for months. Okay. But it always ends up coming back. Entiteit. Your father knew the spirit. It's not the first time he's come, right? Yitzo has always been here. It comes at night and steals souls. De besturing is ruk, zegt Stefano. Ja, inderdaad. De besturing is verschrikkelijk van die hele game, maar dat geeft niet. It's a curse. We komen wel verder in het spel. The price our tribe had to pay for living on these lands. My turn to ask you some questions. What are you really doing out here in the middle of the desert? It feels like you're running away from something. Ik vertel de waarheid. Ze blijft toch vaag. Oké, nieuwe start. Dat klopt denk ik wel dan. Ja. Maybe I'm just running away from myself. You're like us.
You also have your dark secret, don't you, Jody? Ja, vertel gewoon de waarheid. I have to tell you something. Ja, tuurlijk een onderbreking. Oh, ze zei. De beba is ja. Ah, zie in de rest in. We moeten terug, of niet? There's no water at the ranch. Something must be up with the well. I'm gonna have a look on my way back. I can go take a look if you want. Don't know if you'll be able to do much. I'll do what I can. Where's the well? It's over there. It's got a windmill. Shouldn't be hard to find. Okay. Ik ga sowieso met het paard. Okay. Sowieso. See you later. Maar ik denk dat het automatisch nu al naar de paard toe gaat. Look at my horse is amazing. Ik ga sowieso naar hem toe. En ik zeg, grote vriend, ik wil even een ritje maken, want ik ga dat hele pokkend niet lopen, vriend. En dan zegt dat paard, ja nee, dat paard kan niet praten. Hé, hey, bedankt. JR28. Bedankt voor de follow. En dat betekent dat er nog maar 4 volgers moeten voor de 3400. Dat is een leuk aantal, toch? Super cool. I got those horses in my back. Ja, dat kan ook nog. Zo, lekker door de cactussen. En ik kan nog verder daar naar achter. Ik zie ook zo'n soort van tunneltje. Ziet er wel tof uit. Maar hier moet ik zijn, dus blijkbaar. Wat een mega omgeving. Oh, kijk. Ja, er zit een soort van... Hoe noem je dat spul nou ook alweer? Tarwe? Nee. Dat heeft een naam. Tumbleweed. Juist. Ik weet even de Nederlandse naam niet. Heide? Tumbleweed. Ja, ik weet het niet. Een deathbush. Ja, een deathbush. Een deathbush, ja. Ja. Stefan zegt, hoe zit het met de grote dark ride? Ik weet het. Ik moet nog steeds verder. I know. Oh, wacht even. Ging dat goed? Dadelijk sloop ik die windmolen. Het is gelukt. Yes. Oké. Moet ik nou weer terug? Of dat was het? Oh, moet ik daar nou naartoe? Oh, waarom was ik... gevaar zie, moet ik het weer uit gaan lokken of uitzoeken of weet je, laat het met rust. Maar blijkbaar is hier een heel leuk huisje. Nou ja, leuk. Oh. Ah, waarom moeten we nou weer in? Ik ga dat maar niet doen. Bijna 40 kijkers, leuk dat jullie er zijn allemaal. Oh, maar dit is wel gezellig. Ik bedoel met die, leuk, gewoon gezellig zo. Alleen, ja, wat kan ik hier verder vinden dan? Ik kan een beetje rondlopen zo. Oh, kijk, daar hangen ook die... dat hing ook bij dat raampje van die gozer. Is er een connectie met hun twee? Ik ga even als geest. Nee, ik kan niet terug als geest. Ik ga maar gewoon naar buiten. Ja, ik weet het anders ook niet. Blijkbaar staat in één keer een heel Indianendorp in de Hens. Waarom, weet ik niet. Maar waarschijnlijk wordt er een verhaal duidelijk gemaakt. Is dat wel een bad guy? Want een van zijn stammen heeft mij geholpen... tegen het vechten voor dat grote geestgeval ding... Dat wel. Ze hebben een soort van die stam heeft mij half geholpen. Dus ja. Ik denk niet dat het de bad guy is.
Crown. Weer Crown. Dat heeft hij ook geschreven toen ik aan het douchen was. Maar toen met bloed op de muur. Ja, zie je het? Daar is het. Ja, ik weet het. Gewoon weer een flashback voor de mensen die misschien zijn vergeten. Dat kan. En daar heb ik ook over gesproken. En daar kan ik dus blijkbaar ook nu naartoe. Want je kijkt niet voor niets naar dat punt toe. Ja, ik vind het best. Dan gaan we daar even naartoe. Prima, prima. Het voelt nu wel als een soort van open world game. Vind je niet? Het is... ja, heel apart. Want het is nog niet eerder echt geweest in het spel. Ja, wel bij die straat. Toen die vrouw zwanger werd. Dat stukje. Vond ik wel een hele toffe scène trouwens. Ja, kom maar lekker kijken. Even lekker kieken. Nou, we gaan verder. Ik zie ook een hele grote rots daar zo. Ik weet niet waarom die daar staat. Alsof daar een rivier zou moeten stromen. Nee, dat kan ook. Falcon ook met zijn Chewbacca. Ik denk dat je het erop moet redden. Ja, we gaan het zien. Het hele level of de hele wereld is al gewoon ingeladen. Dat vind ik wel echt oprecht heel vet gedaan. Kijk hoe groot dat spel is, joh, in één keer. Wauw, al die details ook. Mooi landschap, joh. Het is zo'n ander spel in één keer, vind je niet? Zo grappig. Echt heel grappig. Maar positief, hoor. Positief. Ik ben echt overal naartoe. Ik denk dat ik maar naar die grote rotsen ga daar. Denk ik. Oh, wacht, wacht. Is daar ook nog iets? Ja. Hier is ook nog iets. Ik kan het... Fort Kroon? Ik weet niet. Het is wel Fort Kroon, zegt ze nu. Wow. Oh, ik zie wat glinsteren. Wacht even. Ja, mijn camera doet even een beetje vervelend. Waardoor ik eigenlijk niet heel makkelijk kan bewegen. Maar nu weer wel. Komt goed. Loop er even omheen. Ik kan ook niet afstappen, geloof ik. Het kan op bepaalde plekjes wel, maar ik loop er gewoon nu even doorheen op deze manier. Ja, kijk, nu kan ik wel afstappen. En daar ligt wat te shinen. Nog meer. Oh, daarvoor ligt ook weer wat te shinen. Nou, ik ben benieuwd. Het lijkt op een soort... nou, niet echt een begraafplaats, maar... hier heeft wel iets gestaan. Ik zie ook een put. Ik weet niet wat er in de put... Oh, moet ik als Aiden even gaan rondkijken? Nou, de put is leeg. Ik zie daar wel een plekje. Het is een zwaard. En... oh, ik moet zeg maar een spoor maken. Wacht even hoor. Dan komt de verschrikkelijke besturing weer. En die moet leiden naar haar hoofd, zoals je kunt zien. Ja, kijk. En dan kijkt ze in het verleden. Iets heeft die soldaten gedood. Maar was het tegen bescherming of... was het... apart. Want het lijkt net op een apart verhaal, zeg maar. En een hoed. Gaan we weer opnieuw dat ding verbinden met haar hoofd. Of in ieder geval dat die lijn weer richting haar hoofd gaat. Gaat het goed komen? Ik weet het niet. Ja, zo wel. Denk ik. Ik doe mijn best. Ja. Ja, zo beter? Ja, kijk, daar gaat hij. Kom op, kom op, kom op. Ja, bijna, bijna. Beetje naar boven. Het lukt me even niet. Wacht even hoor. Waarom is het zo moeilijk? Oh, nu wel. De gespleten boom. We moeten op zoek gaan naar een gespleten boom. En ik denk omdat mijn paard er al klaar staat, dat ik zeg maar... dit is een grote scène, een groot level. Ik weet niet of het de grootste is uit de hele game, maar...
vergeleken met de vorige scène, is deze wel inderdaad een 10 keer groter, zeg maar. Dat zeker. Kijk, hier gaat gewoon even de streamcast op de televisie. Kijk, dat is cool. Alles is mogelijk. Ga je een keer Rainbow Six spelen? Nee, dat is niet echt mijn spel, sorry. Wel binnenkort met Giovanni en een groepje Garry's Mod. We hebben hem weer gedownload. Gaan we verstoppertje spelen. En dat is geen, dat is niet zomaar verstoppertje, dat is proppunt. Dan ben je dus een object. En dan, ja, dan moet je je verstoppen als een van de objecten in de map. En dat is superleuk. Ik heb er echt zin in. Waar is de gespleten boom? Ik zie daar... Ja, ik zie hem staan. Sowieso. Dat is hem. Dit is de gespleten boom. Dat is apart. Maar ik ben nu wel erg ver van huis. Dat maakt niet uit. Ik ben gewoon lekker op onderzoek uit. Ja. Dames en heren, deze boom stamt uit 1985. En kent allerlei gekke dingen. We moeten kijken wat deze boom kan doen met ons. En of het mijn identiteit gaat... Ik weet het niet. Ik weet niet wat de identiteit gaat doen. G-Mod is geweldig. Ja, nee, zeker. Wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? Moet ik... Nou, dames en heren. Dit is een boom. En het is een hele mooie boom. Dat zien we door de kleur. Oude zak. Een oude zakkenboom. Kan ook. Wat moet ik doen hier? Wat wil ik... Wacht, als item moet ik natuurlijk eventjes gluren. Ook niet. Oh, wacht, daar is wat. Wat is dat dan? Het is een stuk... Ghosts. We're wearing these ritual masks. We hebben nog een skelettenkoppie. They were killed by the entity. En daar nog een soort van ketting, of wat is het? Bedankt voor de follow! Stefo, ik denk dat het of Stefo is. Stefo? Stefo 78, bedankt voor de follow. Nog 3 volgers voor de 3400. Dat is cool. Dat is heel cool. Dankjewel. Thanks, Aiden. We zijn alleen maar aan het graven naar objecten om langzaam erachter te komen wat er nou allemaal is. Hey, Sam's Games 04. Beetje zacht, die wordt een lekker liedje. Bedankt voor de follow. Het dansende droge papegaaitje is voor jou. Nog 2 volgers. Dat is echt cool. Awesome. Dankjewel voor de follow. This one has no talisman. Inderdaad. Alleen een skelettenkop en dan een soort van masker of zo. Ja, dit is een masker. Oh, dat is een kindje. Baby's neck. Help me, Aiden. I've got to see what happened. Oké, we gaan weer kijken. We gaan dat golfje een soort van naar haar hoofd weer laten stromen. Dus eentje moet ongeveer hier. Ja, kijk. Ze deed een soort ritueel daar. I didn't understand. Nee, ik snap het wel ongeveer. All mixed up. It's as if something's missing. Wat mist er? Maybe he'll know something. Ik denk niet dat ik zonder problemen terug kan gaan naar... Oh, nee. Oh, nee. Ik denk dat we weg moeten rennen. Maar waar naartoe dan? Ik weet toch niet waar ik naartoe moet. Waar wil de game dat ik naartoe ga dan? Ja, jongens.
Waar moet ik naartoe? Daar zo heen? Oké, daar zo heen, ja. Ik volg maar gewoon dat pad. Oh, rennen, kom op. Hou die R2 ingedrukt. Ja, goed zo. Anders ga ik daar dood natuurlijk. Ik denk dat ik daar naartoe moet lopen. En gewoon dat lichte pad gewoon een soort van uit moet lopen. Oh, moeten we daar naartoe? Oh, toch niet er vanaf lopen. We moeten er naartoe lopen. Prima, ook helemaal prima. Dikke prima. Gewoon lekker richting die stofwolk. Ik vind het allemaal goed. De Root Sandstorm. Wat wil die game nou? Welke kant moet ik op? Waar wil die game nou dat ik naartoe ga? Leg maar uit, game. Ik mag niet die kant op, kijk. Want dan blokkeert hij volgens mij, hè? Kijk. Of niet? Of gaan we toch wel die kant op? Nee, zie je het? Hij blokkeert voor mij, hoor, of wel? Nee, ik moet toch die kant op. Heel raar. Ik dacht dat mijn paard niet die kant op wilde of zo. Heel vreemd. De ranch was dichterbij dan ik dacht. We came here in broad daylight. We tried to get to the house. Tori, get the car! Come on, start already, goddammit! It won't start, Jay! It won't start! Oh, the entity's coming back. We've got to get to the house. I don't think that's gonna help. There's nothing else we can do. My father told you can't fight a spirit. Oh nee. Oh, dat ziet er niet goed uit, jong. Ik weet ook niet waar ik naartoe moet nu. Game, leg me uit. Is zo onduidelijk. Moet ik naar die vrouw toe? Ik denk naar binnen. Er staat namelijk een deur open. Moet ik met die vrouw praten of zo? Ja. Gaan we even kijken hoe en wat. This is where it all began. You need to watch carefully. Remember every detail. Ancestors. They summoned Yaitsu here. They were lost, full of hatred for the white man. They bring spirit, kill their enemies, and gain revenge. He turned against them. He was still hungry. Hungry for blood. Yaitsu is back. He has come to take our lives. Ancestors. They're the guardians who protect the house, right? They know they were wrong, so they returned to protect us from the evil that they released. If they brought the entity here, I mean, there's gotta be some way to send it back to its own world. They used a ritual to open the passage. I still remember the incantation, but the ritual is lost. Kan ik dan niet met herinneringen weer terugkrijgen dan of zo? I saw the ritual in my vision. I'll prepare it and you can help me with the incantation.
Hurry. He's coming. Wauw, oké. Oké, ik moet snel zijn, maar waar moet ik beginnen dan? Moet ik weer naar buiten toe? Ik denk het. Een vuurtje. Oké. Dan eerst even hout hakken. Dat kan allemaal nog, hè? Gewoon op mijn dode gemakkie. Oh, het is al natuurlijk gehakt, gelukkig. Oké. Kijk, benzine. Aldus Ramstein. Beetje benzine eroverheen. Hotseflots. Oké. Ja, kijk. Trust me. I know what I'm doing. We gotta get inside. The storm is coming. Even me, Jay. Shumasani, you can talk. Oké. Okay. Hey Kim. Wat moeten we doen? Wat was het? Maakt het niet uit welke volgorde, of moet ik echt serieus in de volgorde? Wacht even. Volgens mij was het die linksboven. Met dat soort van... Dat poppetje. Ik denk het wel. Ik denk dat het X was. Denk ik. Ik zou het niet meer weten. Volgens mij wel. Ik hoop echt dat dit de goede is. Anders heb ik een hele verkeerde keuze gemaakt. Elke hoek eentje. Oh god. Ik hoop dat dit goed gaat. Heb je wat nodig? Kom op, Oh! Aiden is natuurlijk... Ja, maar is die wel een ziel dan? Ik moet helpen. Ik weet echt niet hoe, maar... Zo, hoppakee. Komt-ie. Hoppakee. Nog een keer. Yes! Toevallig heeft Steffo het spel gisteren uitgespeeld. Ik ben benieuwd hoe je op mijn kanaal terecht bent gekomen vandaag. Laat me even weten.
En nu kan oma lopen of niet? Nou, ik denk dat oma niet meer gaat lopen, nee. No white man has ever been to the place I'm taking you. My people have buried our dead there for many hundreds of years. Oké, we gaan weer lopen. Met het niet lekkere bestuurbare paard, zeg maar. Nog steeds bestuurt het verschrikkelijk, maar dat maakt niet uit. We gaan lopen. Ja, dat is een mooie omgeving, ja. Echt dat... de desert. Ik ga snel naar Bliksem en Queen dadelijk. Ja, dat is mooi dit. Ik heb ook een beetje een soort van Red Dead Redemption gevoel op een of andere manier. Ik weet niet waarom. Nog een paardje. Wat doet een paardje daar alleen? Hoort dat daar alleen te staan dan? Oh, moet hij afstappen? Oké. Dan doen we dat. Oké. We gaan even een stukje klimmen zo te zien. Het is echt een bizar groot level eigenlijk. Want we zijn al misschien al meer dan een uur bezig met... Hey, bedankt Nia Nigel. Bedankt voor de follow. En knuffelt als een beer. Moet nu nog wel even op 1,5 meter afstand. Maar ik geloof het. Dank voor de follow. Nog 2 te gaan zo te zien. Voor de 3400. We gaan het kleed als een soort van herdenking naar oma. En oma ligt daar volgens mij ook zelfs. En ook is die man ook dood? Echt? Oh, dat is best wel sneu. Oh, ik moet wel natuurlijk. These are the bones of your ancestors. I'm sure they would have wanted to be buried alongside their own people. Ancestors. That's all true. He's happy where he is. Dat hoop je, dat weet je niet. Was hier eigenlijk allemaal te vinden dan? Kan ik daar even kijken nog? Dat is een soort kooi. Oh, wat gebeurt er? Oh. Stond die man nou ergens bovenaan dan of zo? Ik kan er wel naartoe lopen. Naar boven. Zo, kan ik daar helemaal naar boven klimmen, denk je? Het is wel... Kijk, er is een soort van grot daar. Zie je dat? Ik zag daar een soort van openingetje. Het zou toch wat zijn als ik hier... Kijk, ik kan er wel naartoe. Misschien is het ook wel de bedoeling. Ja, ik moet er wel naartoe. Het wordt steeds vreemder. Of hier al steeds mysterieuzer, zeg maar. Leuk begin. Ik kom even net op de stream, Ninja. Ja, zeker. Oh. Hoppakee. Ik heb hem op de PC gespeeld en daar zijn de controls nog verschrikkelijker dan de PlayStation 4.
vaak dingen gemist die ik goed had kunnen doen. Beetje jammer, want het spel is wel heel erg vet. Dat begrijp ik. Ja, de controls zijn inderdaad wel even wennen. Maar op zich, het is wel te doen. Maar soms dan kom ik inderdaad op dingen dat ik denk van potverdorie. Ik had het net even wat anders willen doen. Dat is wel een ding wat zeker is, ja. En we zijn inmiddels al 1,5 uur bezig. De tijd vliegt en vooral met zo'n groot level als dit. Oké, ik ben erg benieuwd als we de procentjes zien als we daar echt klaar zijn met het level. Of iedereen ook hetzelfde heeft gedaan met keuzes als ik, zeg maar. Er zijn gewoon dingen die ik moet werken. Dingen van mijn past. Ik denk dat ik ready to face them now. You did a lot for us, Jody. For us and for our people. If you don't find what you're looking for, just come back here. Dat is wel lief. You always find a home here. Dat is wel oprecht heel lief. I'm gonna miss you. Oh. Me too. I'll never forget you, Corey. Sowieso pak ik nu die motor. Sowieso. Ashki is gonna miss you. One day I'll come back and see. Omarmen, kussen? Zeg jullie maar. Moet ik hem kussen of moet ik hem omarmen? Ik denk persoonlijk zelf dat ik hem een soort van moet omarmen. Omdat ik kussen wel een beetje weer te snel vind gaan. Maar misschien zeg... Jeetje, er komen allemaal kussen hier. Kussen, 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 kussen. Oké, ik zie het alweer. Ik moet gaan kussen. Oké. Nou, wat goed! Applaus voor applaus. Goed applaus. Kijk, dat willen we horen. En zo zie je maar weer. Als je lekker kust, komt het helemaal goed. Dit was Radio. You didn't think you were just gonna walk, did you? Nee, maar dat was ook vanzelfsprekend. Ik bedoel, ik heb die motor gemaakt. You spent a lot of time fixing this thing. Take it. It's yours. Oh, ja, het was niet oorspronkelijk van mij. Ik heb hem wel gemaakt, maar hij was niet van mij. Dat hij nou zei, ik heb hem gemaakt, dat vind ik dan een beetje krom, want ik heb hem zelf gemaakt. Maar goed, oké. Even een sleuteltje. Ja, daar komt ie. En twee. Hoppakee. Het is al veel makkelijker dan een paard. Of die beter bestuurt, weet ik niet. Oma is de... Oké, dat was heel creepy. Maar goed. We gaan kijken naar de Navajo. Jij en zoveel procent van de spelers kozen voor deze paden, medicijnvrouw. Oké. 68% heeft gedaan. Aiden heeft het huis verkend. Oké. 8% heeft serieus de motor gerepareerd. 8% ervaren serieus, net als ik, 8% van alle mensen die het spel hebben gespeeld, die de motor heeft gerepareerd. Oftewel, het spel heeft gewoon een soort van in gedachten dat niemand die motor repareert. Waardoor die jongen zegt, ik heb die motor voor je gefixt. Terwijl je het zelf hebt gedaan, omdat inderdaad maar 8%. Jongen. Oké. 86% heeft Jay de waarheid verteld, net als ik dus. Het ritueel voltooid, natuurlijk 91%. 46% is niet buiten geweest. Dat kan, hè, dat je lekker binnen blijft. 47% zegt gered door geesten te zijn. 74% heeft Paul niet genezen. Je kan hem dus wel genezen, blijkbaar. En Jay gekust voor vertrek was een beetje een soort 50-50, dus... Ja, daarom, ik had zoiets van omarmen. En toen ik de chat zag van kussen... Nou, eigenlijk is dit hetzelfde. Stel je voor dat iedereen dit zou streamen... dan kom je ongeveer wel op die bijna 50%. Is ook het geval geweest bij de Navajo. Nice. En zo hebben we best wel heel veel al ontdekt in de tijdlijn. Echt heel veel. Dakloos. Navajo is dus een beetje verder op de tijdlijn. Ik zie nog een hoop balletjes die gevuld moeten worden. Dus we zijn er nog niet. Ja. Oh, okay, I'm recording.
Now concentrate, Jody. Tell me if you feel anything in particular about any of these objects. Oké. We hebben een muntje, een koffertje en een foto. Voel ik iets bij het Oh. Can you see anything, Aiden? Even kijken of we iets kunnen vinden uit dat ding. Thank you, Dad. It's so pretty. Open it. Jody, you okay? Yeah, I'm fine. Did you see something? Vertellen. I saw a little girl. It was her music box. Laura. Yeah. Nathan? Okay, Otto. Nathan, someone named Ryan Clayton is here to see you. He says you know what it's about. Yes. I'll be back in a moment. Oké, de headset gaat weer af. Oké, waar gaan we heen? Ik kan even gaan afluisteren. Ik bedoel, waarom niet? Listen. I never get around to telling her I need more time. No. Professor Dawkins, she needs to come with me today. I have my orders. Christ, she's only a child. My assistant and I are the only family she's got. She doesn't have any idea what's out there. Dawkins, I see your side of it. All right, I do. But orders are orders, right? You gonna bring her to me or do I have to go and get her? Jody, could you come here, please? Het moet maar, denk ik. What's going on, Nathan? You look upset. Jody, this is Ryan Clayton from the CIA. The agency wants you to join their military school program at Camp Perry. Ryan's going to take care of you from now on. You have to go with him, Jody. Today. I don't understand. Why me? This unit belongs to the CIA. They've been tracking your case ever since you arrived. They know what you and Aiden can do. Bosch. What am I, a toy? Some kind of a test subject? Did you ever just stop and think about what I want? Jody, I know. It's difficult, but you need to understand this is a great opportunity for you. Kill? Oh, so that's just it? You know what's best, and I'm just supposed to shut up and obey orders? Hey, Ninja boy, don't follow. Jesus. Listen up, Miss Holmes. I don't give a shit about your pathetic adolescent pouting, all right? You can rant and rave all you want, but you'll shut your mouth and do as you're told. Beledigen. Go fuck yourself. Let's go. Come here. Oh, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen, vriend. Sowieso. Jody, stop immediately. Gaat goed.
Nou, Ninja Boy, jammer dat je zo weer doet. Jammer, jammer, jammer. Geef je even een time-out. Volgende keer geef je een ban, helaas. I'll go get my things. Only the essentials. We've got everything you need at Camp Perry. Oké, okay, dus ik moet nu gaan uitzoeken wat ik moet inpakken of zo. Ja, en wat moet ik dan inpakken? Ze zijn helemaal aan het snikken. Verdorie. Niet zo verdrietig. Moet ik naar de wc? Nee, ik kom niet naar de wc. Wat moet ik hier halen dan? Moet ik niet als Eden even verder gaan? Oh, kijk. Ik kan dingen weer doen in die kamer. Dat is leuk. Zo. Gewoon dingen kapot maken weer. Dat is leuk. Ja, een beetje agressief mag toch wel. Ik bedoel... We kunnen de camera's weer opnieuw slopen. Oké, dat was een soort oogje. Daar nog een camera. Zo. Waar zijn er nog meer? Daar nog één. Alle apparaten even slopen. Kan geen kwaad. Zo. Nou, in de wc zit geen camera. Dat is gelukkig maar, hè. Hier nog even spiegel breken. Zo. Daar nog een camera. Of dat er nog eentje in de hoek daar zat of niet? Nee, dat niet. Ik kan daar nog iets doen. Oh ja, glas. En daar nog een camera. Hey, de Dutchy guy. Hallo. Nou, ik denk dat ik nu al bijna alles heb gesloopt. De agressiviteit is eruit. Hè? De stress en weet ik het allemaal niet. Ze blijft doorhuilen. Ja, ik weet niet wat ik nog mee kan. Oh, de televisie kan nog misschien. Wacht even hoor. Kan het... Nee, dat kan niet. Nou, dan loop ik maar gewoon hier door of zo. Ik zou het niet weten. Oh, hier is de tas. Was die zo dichtbij? Prima. Als ik dat wist, had ik niet al die moeite hoeven doen. Maar ja, goed. Ik heb wel lekker de kamer kapot gemaakt. Waarom? Ze moet nog iets doen, blijkbaar. Er is nog iets. Maar wat dan? Wat is er nog? Wat ben ik vergeten? Is er iets wat ik nog kapot moet maken? Is er iets wat ik moet oprapen? Of nog naar moet kijken? Is er nog... Ik weet het niet. Ik kan toch gewoon weglopen nu, toch? Voor de zekerheid loop ik nog even één rondje dan, want... Hey, ja, op bed kan ik zitten. Oké. Okay. Oh, en ik kan ook nog naar de... Daar zo, zag je het? Of zoiets? Oh, ik moet natuurlijk alles inpakken. Ik dacht, die tas is al helemaal kant en klaar, zeg maar. Blijkbaar niet. Oké. Okay. Nou, dan gaan we verder. We hebben hier vast en zeker nog een spulletjes. Ja, kijk. Ik wil dat fotolijstje. Ja, dat is een mooi aandenken. Je gaat mee? Sowieso. Ja, joh, stop nou eens met snikken, joh. En, oh, de knuffel. Ja, moet hij mee? Eigenlijk wel. Het is al mijn knuffeltje. Oh, nee, nee, je moet hem wegstoppen. Ja. Ach. Definitief afscheid van de knuffel is pijnlijk. Is pijnlijk, is pijnlijk. En nu kan ik denk ik wel gaan. Ik heb kleding en mijn fotolijstje. Ja. Vertrek. Ik denk het wel. Ik denk dat ik niks ben vergeten. Toch? Ja. Je kan de knuffel meenemen. Oh, echt waar? Nou, ja, blijkbaar... Ja. Ik kon me niet in die tas stoppen, namelijk. Daar had ik in één keer 98% koos ervoor om de knuffel mee te nemen.
Maar ik ben ook een beetje ouder aan het worden, hè? Dus ja, weet je, om nou met een knuffeltje daar bij de militaire basis aan te komen is een beetje een no-go misschien, hè? Ja. Is de game nog lang trouwens? Laat me even weten. Hey Treinen fan, welkom. Oh, helaas, Dutchie guy. Je gaat gelijk weer er vandoor. Oh, hij is wel echt een schat, die man. En hij is gewoon een loser. Zo'n zakenmannetje, weet je wel. Ik moet doen waar ik voor betaald word. Geen medelijden, gewoon... Hup. Hardnekkig. Bam. Geen hart. Alles voor geld. Huppakee. Weglopen. Wat sneu. En natuurlijk ben ik al eerder in het spel bij die militaire basis geweest. Dus afscheid zit er eigenlijk tussen. Het gaat namelijk op een vol... Oh, we kijken hier. Oké. Jij en 7% van de spelers kozen voor Dawkins vertelt wat je hebt gezien. Nou, dat klopt. Ik ben gewoon eerlijk. Clayton bedreigd. Dat heeft dus ook 83% samen met mij gedaan. En 61% heeft Clayton en Dawkins bespioneerd. Want ja, logisch, je wilt weten, wat zeggen ze? Het is gewoon een beetje uit nieuwsgierigheid van de mens. Hè? Je bent in zo'n spel, je wilt weten wat er gebeurt. Ga je niet zomaar uit je neus eten en paprika's bij een open haard eten. Dat doe je niet. Er was ook geen open haard trouwens en ook geen paprika chips. Dus het was sowieso gewoon bespioneren. Het kon niet anders. Oké. Nee, maar dit is eigenlijk mijn tijdlijn. En we gaan van midden naar links, naar rechts, weer terug naar de tijd. Dan weer naar de toekomst, dan weer naar het verleden. En we komen nu bij het diner aan. En dat zit dus een beetje in het midden. Oké. Een beetje in de midden. En of dit nou al in het legerbasis is of ergens anders, dat zien we dan vanzelf wel. Nou, daar zit ze. Lekker op de bank te chillen. Telefoon, 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 telefoon. Ja, goeiedag, spreek met de Swarma Service. U had een pizza. Oh. Hey, it's Ryan. Oh, hoi Ryan. Ryan. I was just wondering if you got my email. What email? Email? The one I sent 3 days ago. Ja, hoort erbij, Steffo. Sowieso heb ik ook nog knuffel voor je. Tuurlijk. Ik ook, Linda. Ik heb ook nog steeds mijn geboorteknuffel. Tuurlijk. Shit. Shit, I'm so sorry. Why don't you just come over here for dinner tonight? I mean, you wanted to see my apartment anyway, so... Sure, but I... How about around 8? Okay. Yeah, I'll bring it. Oh, nou dan ben je zeker welkom. Een lekkere fles wijn. Nou, dat vindt Aiden en ik vinden dat natuurlijk allebei wel hartstikke lekker. Ik weet niet of die geest houdt van wijn, maar... Oh, ik heb beneden nog een lekkere fles met wijn staan. Oh, dat is wel lekker weer. Ja. Die gaat vanavond wel even open, denk ik. En Martien Meiland, die zal zeggen... Nou, wat goed! Now I get what you blasted my computer. You didn't want me to see Ryan. It's not your call, Aiden. I can do what I want. Fuck this. Fuck this! We're not gonna start this again. I'm not yours, Aiden. I can have a relationship with whoever I want. This is my life. Do you fucking hear me? This is my life. I happen to think Ryan is great. He's charming, he's intelligent, he's funny. And I think I'm falling for him. Yeah. Yeah, I'm aware of what happened at the bar. Fuck you for reminding me. Ryan is not like that. Ik bestuur de geest, hè? 7 o'clock. I have an hour to make dinner, tidy up and make myself look good. Een uur, dat is op zich wel te doen, denk ik. Ik moet opruimen. Er ligt echt heel veel troep hier. Oh, nee. Dat was echt heel smerig, denk ik.
Pizza. De pizza gaat natuurlijk even in de afval. De keuken. Ja, we gaan naar de keuken. Wat een leuk appartementje. Oh, wacht. Daar is de vuilnisbak. Past dat er allemaal in dan? In dat kleine prullenbakkie? Het is echt een mini-mini. Echt een mini-mini prullenbakje. Maar het gaat gewoon. Ja, tuurlijk. Oké. We moeten ook nog gaan koken. Heb ik nou alles opgeruimd? Ik zie daar nog spullen liggen op de grond. Ja. Het is een controller. Oh, ja, makkelijk. Ja, tuurlijk. Dat is makkelijk opruimen. Heel makkelijk opruimen. The easy way. Daar is nog iets. Wat is dat? Ik weet mijn god niet wat het is, maar... Ik moet het ergens neerleggen. Books. Boeken. Okay, op de boekenplank. Waar is de boekenplank? Hebben we een boekenplank? Oh, hier is de boekenplank. Oké. Okay. Gewoon random neerzetten ergens. Kijk, dat is mooi. Empires, oké. Okay. Ik moet me nog optutten, dus ik moet eigenlijk even naar de badkamer. En ik moet even gaan koken. Maar ik denk dat ik eerst maar even ga optutten. Denk ik dat de game dat wil? Lijkt mij wel. Of gaan we gelijk ook koken? Oh, we gaan gelijk koken. Oh, oké. Maar ik weet niet wat er in de... Oosters rundvlees. Het kan. Ik vind het wel lekker, maar misschien is het nog een ander gerechtje. Chicken with oven-baked vegetables. Oké. Ik heb curry. Ja, ik weet niet wat in mijn koelkast ligt, dus ik weet ook niet wat ik kan maken, zeg maar. Pizza delivery. Een pizza bestellen. Nee, is niet romantisch. Not exactly gourmet, but wel 30 minuten geleverd. It could be an option. Ja, maar niet... Ik vind eigenlijk wel oosters rundvlees. Huh. Want dat lijkt mij het lekkerst. Vlees, ja. Hey. Ja, maar eerst moet ik even, zeg maar, een soort van kijken wat in de koelkast zit. En ik weet niet of we nog kip hebben of oosters vlees. Hebben we wel chicken curry? Ik hoop dat ze... Oh, we hebben ook vlees. We hebben het allemaal in gewoon de koelkast. Dus ik kan het allemaal gewoon maken. Oh jee, moet ik gaan koken. Oh... Thanks, Aiden. Oké. We gaan de tomaatjes snijden. Kijk, dat ging goed. Lekker uitje. Oh, kijk. Een lekker uitje. Moet wel het velletje eraf halen eerst. Ja, goed zo. Oh ja, huilen. Nu al zo snel huilen. Huilen. Kijk. En daar komt het vleesje. Nou, dit is natuurlijk wel even een heerlijk gerechtje. Oh, ik moet met balletje. Ik was vergeten. Ik dacht, we moeten de hele joystick draaien. Dat kan ook nog wel eens gebeuren, hè? Zo. Ik heb een pan nodig. Welkom bij Cooking Simulator. So far so good. Ik denk het. Ik hoop dat het goed gaat. Ik heb een pan nodig. Wacht even, in het boek kijken, want er staan natuurlijk instructies. Use a wok. Neem een wok. Wokkie. Ik kan hier nog even kijken. Oh, we moeten opschieten, het gaat tijd. Ja, oké. Okay. Helemaal vergeten, het gaat tijd. Oh, waar is die pan nou? Waar is die wok? Ja, weet ik. Is dat hem? Och, een stoel pakken. Wat een gedoe. Had ik toch maar die pizza besteld. Nee, ik ben eigenwijs. Ik ga niet voor die pizza. Ik vind dat niet romantisch. Inmiddels bijna 10 kijkers alweer weg van de 40. Dat is jammer. Ik heb zoiets van, ik kijk misschien de aflevering terug op YouTube. Want dat kan ook. Elke zondag is er een aflevering om 7 uur te zien van deze game. Want ook deze hele game, althans de streams, worden geüpload op YouTube. Kijk. En natuurlijk een beetje wijn erin. Niet te veel. Homa. Ja. Oh, dat is olie. Sorry. Ik dacht wijn. Voor de smaak. Nou, tot nu toe gaat het allemaal goed. Ik vind het leuk hoe ze dit hebben gedaan. Kijk, en het lekkere vlees erbij. Dit is prima. Ik moet er wel even een soort van omkleden. Moet ik peper en zout? Beetje peper. Klein beetje. Oké, beetje zout.
Ja? Oké. Okay. Hey, bedankt voor de follow, Mauro. En dat zijn dus de 3400. Ja, dankjewel voor de follow. Gember? Moet er gember in? Ik heb dat recept niet gezien. Wacht, nog één keer even dit proberen, want dat ging niet helemaal goed volgens mij. Nee, oh, verkeerde knop. Wel, er moet altijd peper en zout bij. Altijd. Kijk, lekker gekruid. Denk je dat er gember bij moet? Ik weet het niet. Stoppen. Het kwam niet echt omhoog. Ja, dit gaat ook bij. Sowieso een beetje smaak. I think I'm beginning to like cooking. Ja, het ruikt voor mij wel goed, of niet? Ja. Oké. Okay. Hopelijk gaat die geest er niks aan doen om het allemaal te verpesten voor mij. Oh, de bel gaat al. I'm coming. Ja, ik moet wel naar de deur trouwens. Maar ik ben niet aangekleed. Dit is awkward. Waar is de deur eigenlijk? Waar zit mijn voordeur? Hier? Oh, hier, oké. Okay. Het eten staat nog op. Oké, you got me. Now, open the door. Aiden, come on, open up. Oh jeetje, je moet echt knopjes indrukken. Ik weet niet waarom. You know, you're wasting your time, Aiden. You're not going to stop me from seeing Ryan. Oh, waarom is die zo vervelend, die geest? Is echt vervelend, die vent. Zo vervelend. Toch wel een beetje vervelend om met hem te leven, zeg maar. Dat hij mij niet gewoon een normaal leven gunt. Hoe gaat het met die wok trouwens? Wok. Ja, wacht even. Daar brandt het aan. Oh. Chips. Hoe gaat het met die wok? Oh, ik kan niks doen hier bij de keuken. Oké, prima. Wat wil de game wat ik ga doen nu? Ik moet er omkleden natuurlijk. Wacht even. Oh, wat doet dat beeldscherm vervelend. Ja, dat wilde ik gewoon doen. Ja, meid, kom op. Er staat nu zeg maar wat op het gasfornuis. Ik kan het niet eraf halen, dus het staat nog even lekker te garen. Maar moet ik niet soort van even douchen of zo, of omkleden? Ik ben nog steeds een soort van half niet aangekleed, zeg maar. Dus, wacht even. Kan ik hier niet iets doen? Omkleden. Ja, weet je, dat spul staat op het gasfornuis. Ik ben daar niet helemaal blij mee, zeg maar. Hier ook niks? Nee. Het is even zoeken, mensen. Het is even zoeken. Want ik weet ook niet waar ik naartoe moet. Kijk maar even naar buiten. Waarom ook niet? Nou, mooi toch? Even naar buiten kijken. Geen probleem. Tanden poetsen. Moet ik dat soms doen? Oh, dat eten gaat automatisch. Daar hoef je niet op te letten, zie ik nu in één keer. Oh, oké. Ik zie daar trouwens kleding op het bed liggen. Kijk. Dirty clothes in the basket in the bathroom. In de badkamer. Maar waar in vredesnaam was die badkamer? Dat was die kant op, volgens mij. Ja, en dan naar achter. Ja. Zo leer je een beetje het... Oh, daar zo, hier zo. Alright, there. Ja, maar hoe kom ik nou aan schone kleren? Dit is mijn slaapkamer, dus ik denk dat we hier dan ergens wel een soort van kledingkast vinden dan. Ja, hier zo. Oh, crap. Wat is aan de hand? Do I have time to take a shower first? Ja, moet wel even. Even naar de douche. Ja, even schoon.
bedoel, volgens mij... Het is wel lekker fris, weet je? Het gaat om het idee. Nou, hup. Kan ik nog naar die douche dan? Dit is niet echt een douche, toch? Of wel? Is hier een douche? Nee. Waar in vredesnaam is die douche? Waarom is die gewoon een enorm... Oh, hier is die douche. Ik liep er echt serieus langs. Nee, je ziet sowieso is dat allemaal netjes gedaan met het onzichtbare, zeg maar, van het lichaam. Het lijkt net alsof de haar niet nat wordt. Kijk, mooi handdoekje ervoor. Ja, nee, stop met mijn douche. Hoe kan ik het stoppen? Veel te lang. Dat is genoeg. Ja, goed zo. Oké, klaar. Niet echt een hele spannende scène. Daar heb ik het niet over de douche scène, maar over het algemeen. Oh ja, we gaan even afdrogen. Ja, sowieso. Ja, prima. Helemaal droog. Oké, ik loop nu in mijn bikini, maar is er geen andere kleding of zo? Ik kan toch niet zomaar... Waar moet ik heen? Wacht, was dit die kleding? Ja, nee, oh, ja, ik zie niet uit, rustig. Daar is de ja, daar is het, ik weet het. Je hoeft geen hint te geven, ik weet dat ik daar naartoe moet lopen. What should I wear? Maakt niet uit. Sexy, elegant, cool. Elegant? Dat is wel netjes. Ik vind elegant wel gewoon normaal, denk ik. Ja, prima. Oh, hello, Ryan. Ja, het is wel chic. Oh, do you like it? Classic, elegant. Je ne sais quoi. Aantrekken? Classy. It's the new me. Ja, bikini ondergoed. Ja, inderdaad. Het is geen bikini ondergoed. Ja, ja, oké. Okay. Is wel leuk, dit. Het is wel chic. Gewoon, en dan... You might as well just give up, Aiden. Oké? Okay? This date is going on. Period. Oh, ik hoop niet dat er wat met die gozer gaat gebeuren. Oh, wacht, we gaan toch samen naar dat... Echt, Aiden is best wel heel erg irritant aan het doen, maar ook een beetje jaloezie of zo. Aiden, don't be a pain in the ass. Ja, oké. Wat is dit dan? Oh, muziekje aan. Sowieso. Kijk. Lounge, tuurlijk. Beetje lounge muziekie. Kijk, dat is lekker. Opstaan, prima. Lounge muziekie. En het eten, hoe gaat het met het eten dan? Ik heb dus helemaal niet meer gekeken, maar dat mes wat daar ligt... Daar ben ik ook nog niet blij mee. Want dat mes ligt gewoon open en bloot hier, ook gewoon hier zo, hè, ergens. Kijk, daar ligt hij op tafel. Daar ben ik helemaal niet blij mee. Ja, dat eten gaat automatisch dus, oké. Okay. Nu ben ik toch wel een soort van klaar dan, of zo? Ik ben ook binnen de tijd nu, dus dat is wel mooi. Kijk, hebben we hier nog iets wat ik moet aanpassen? Oh ja, de BH is weg inderdaad. Ja, ik zie het. Ja, die heeft ze uitgedaan. Blijkbaar. Ja, de muziek is lekker. Lekker muziek. Oh, wacht, er ligt nog wat daar op de grond. Wat is dat? Wat ligt daar dan? Oh, kleding. Nou, dan laat ik daar maar gewoon lekker liggen dan. Tandenpoetsen. Sowieso. You have... Wat staat nou? Je hebt hem niet nodig, je hebt mij. Christ, Aiden. Ja, maar... Aiden. You just don't get it. Moet ik dat niet helemaal weghalen even? Oh, even buiten het raam kijken. Dat kan ook gewoon nog. Mooi. Ik heb het net ook gedaan, maar dat geeft niet. Gewoon nog een keertje.
Word ik dan hierin? Oh, I love this besturing. Nee, ik hoef niet te poepen. Anders stond er wel een icoontje. Daar is mijn date. Oké, ik ga naar hem toe. Ik kom. Welke kant was het op? Ja, moment. Ik ben er. Welk perspectief was nou ook weer de deur? Hier aan de overkant, toch? Ja. Daar zo. Ja, ik kom eraan. I didn't behave yourself. Alsjeblieft. This is important to me and I'm counting. Chateau Margaux, 2001. The guy in the store said it was a pretty good year. Hij lijkt op die man die me meenam. Van de CIA of zo. CIA, ja, snap me wel. Hij lijkt een beetje op die gast. Ik weet niet of het, is het nou dezelfde? Ik weet het niet. Hij lijkt er echt verdomd veel op. Where don't you sit? I'll get the, dat is hem ook, zeg Steffo. Oh, oké. The thing that opens the wine. Ja, dat is hem ook, zegt Mandy. Oké. Hey, Verlina Goos. Bedankt voor je follow en welkom bij het kanaal. Hopelijk vind je dat spijrootje wel leuk. Ja, het is altijd een andere animatie. Maar bedankt voor je follow. Je bent volger 3401 alweer. Dat is echt leuk, dankjewel. Waar was hij trouwens naartoe gegaan? Want, ging hij poepen of zo? Ik weet niet, wat ging hij doen dan? Ik moet sowieso naar de keuken, want daar staat mijn eten nog op het vuur. Wel lekker vers, ik bedoel, hè? Alleen de camera doet echt verschrikkelijk. Maar dat is automatisch zo, denk ik. Ja, kijk. Cool apartment. Huh? Ja, thanks. Maar hij weet, als hij zeg maar die gozer is... Dan weet hij toch dat zij, zeg maar, een soort van geest ook bij de heb. Of niet, dan? Ik weet het niet meer, dan snap ik het niet. De kurk. De kurk voor de wijn. Het belangrijkste wat er is. Een goede fles wijn heeft zo'n hele stevige kurk erin. Waar is die? Waar zit hij nou eigenlijk trouwens? Zit hij op de bank of zo? Oh, daar. Ja, hij zit op de bank. Oké. Okay. Kijk eens. Ik heb 2 wijnglazen. Dat gaat helemaal goed komen. Do you want me to open it? No, no, I'll do it. Oh ja. Rustig erin schenken. Oh, niet ernaast. Rode wijn. To your new apartment. Oh. To my new apartment. Wow, so when did you move in? A couple weeks ago. Yeah, the agency found it for me and all furnished and everything. Just... Nee, ik ga niet iets bewegen hoor. Ik ga niet verzieken. Just by myself. So it's weird getting used to the idea of it. Ik kan die kussens laten bewegen. How about you? Where do you live? Oh, I have a place just outside of town. Yeah, it's small, but you know, it's got a little garden and it's pretty quiet. And did you grow up here? No, I was born in Oregon. Yeah, my parents and brother still live there. But I moved out when I was 16. 16? Oh. Did you get kicked out or something? Well, things were pretty chaotic at home. Ik kon iets laten bewegen voor de gein. Oh, dat moet ik niet doen. Ik moet niet plagen. Nee. We gaan niet... Ik moet dat doen. Oké. Niet doen, zeggen mensen ook. Ja, sorry. Voor de gein zegt hij. Ja, ik was gewoon nieuwsgierig. Wat een troep zeg. Heb ik al die boeken opgeruimd? Ja, ik ga niks doen. Ik ga niks meer doen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik iets moet doen. Oh nee, ik hoef niks te doen. Nou ja, ik heb nu wel één ding gedaan. Heel stom misschien, maar oké.
You know, I'm gonna go check on the dinner because this cooking thing, it's a whole new adventure for me. You need help? No, but why don't you go sit and more wine would be nice. Okay. Oh god. Okay. Is het lekker? Want ik heb er peper en zout in gedaan en geen gember. Dus ik dacht van, het zal wel goed zijn, maar altijd moet er peper en zout bij. Dus... Ja. I was sent to China for a year. I love Asian food. Oh my god. De goede keuze. Probably the second time that I've cooked and I would rather not talk about the first time. Wel romantische muziek. Ik heb een beetje lounge muziek. Tot zo, Nico. Good. Sowieso. Ik ben een topchef. Denk ik. Ja, nee, ik ga niks meer doen. We've been working together now for what? 2 years? I know almost nothing about you. I mean, there's nothing much to say. I grew up with my parents on the DPA campus. And then Nathan looked after me. And, well, I mean, you pretty much know the rest, so. Yeah, your parents, do you, you still see them? No. No, I don't. I think they were just terrified about how different I was. So, Nathan and Cole, they brought me up more or less. They taught me how to cope with Aiden, how to accept myself as I am. I mean, it wasn't always easy, but I'm making progress. You know, did Nathan ever manage to explain to you why you have this link with Aiden? No. Oh, hij weet ervan. Okay. I mean, not really. I mean, they learned a lot of stuff about the infra world. Really not much about Aiden. I mean, I don't think even he knows who. Aiden eet gewoon een hapje van de bord. Ja, eigenlijk zou ik wel willen. Gewoon even een beetje proeven, een beetje paprika erbij. Heerlijk, weet je? Gewoon is lekker. He here now? Is hij hier nu? Ja. Ja. Ja, he never leaves me. What about you? Do you have any family here? No. My parents are still in Oregon. Go to see them as little as possible. And are you married or anything? No. Yes, I mean I was. You know, my ex-wife and I have been separated for 2 years. And I couldn't work. I mean, in the end it didn't. You know, we had our good times, but eventually we decided to go our separate ways. About you? Shit, ik heb niks gedaan. Ik ben braaf geweest. Radar. I've got Aiden, so. I mean, anyone in our world. You know what? Aiden kind of has always made people run away. Or maybe it's me. Maybe I'm just too odd for anyone to be interested in. You're special, Jody. Aiden's got nothing to do with this. Dames en heren, wat zou Vincent moeten doen? Zou hij toch moeten afwijzen? Moet hij toch wel iets doen van, joh, hè, moet ik het afwijzen? Of moet hij gewoon dik hard even lekker gaan zoenen? Wat is de vraag? Laat het weten in de chat. Want het is natuurlijk wel even zoiets van, wat gaat er gebeuren als ik afwijs? Wat gaat er gebeuren als ik ga zoenen? We weten het allemaal niet, maar we gaan dus even kijken naar de chat. En wat zeggen de mensen? Eens even kijken, want een aantal mensen zeggen toch van, nou, gewoon zoenen zie ik. Maar bijvoorbeeld Kira zegt dan afwijzen. Hè? En Evelien zegt ook afwijzen, niet doen. En de rest die zegt allemaal zoenen. Nou, dat brengt toch tot een bepaalde stand. Dat wij toch enigszins voor het zoenen gaan. Eigenlijk waar de avond ook naartoe leidde. Dus wij zullen dan sowieso dan gaan zoenen dan. Hè? Dat kan dan niet. Ja, oké. Okay. We gaan zoenen. Ja, nou weet ik niet hoe Aiden gaat reageren. Dus dat is wel even een soort van dingetje.
Een dikke smakkert. Een dikke smakkert. Applaus. Sowieso. Ja, ho maar. Potverdorie. Zoenen en dan begin gelijk weer dit. Ja, jongens, hallo. Zie je, ik had moeten afwijzen, want nu gebeurt dit weer. En wat gaat Twitch dadelijk doen? Die gaat dadelijk een beetje lopen. Jongen. Ja, het is goed. Zie je, ik had toch maar weer moeten luisteren naar het afwijzen. Potverdorie. Stop. Jordy, what's the matter? Oh. I'm sorry, it's not your fault. There's some things that I can't forget. It's okay. I'm sorry. It's okay. I'm sorry. Oké, het grote verhaal voor vandaag. Ik heb wel een geslaagd oostersgerecht gemaakt en krijg dan ook een mooie trofee daarvoor. 76% zegt kip of rundvlees bereid. Ze heeft dus niet gekozen voor de pizza. 23 of 24% had zoiets van, joh, ik bestel lekker zo'n pizza. Er staat ook binnen 30 minuten geleverd. Lekker romantisch. 72% was net als ik netjes gekleed. En 70% zegt Jodie en Ryan alleen gelaten. 80% zegt het appartement opgeruimd. Ja, logisch, hè? Dat hoort er gewoon bij. 60% was opgesloten in de gang door Aiden. En slechts 72% samen met mij is dus niet naar bed geweest met Ryan. Ik weet ook niet wat dat ander is dan. Wel naar bed? Of hoe zit dat dan? Ik weet het niet. Maar in ieder geval het diner. En ik denk omdat we al 2 uur en dik 18 minuten verder zijn in de stream, dat we het voor deze keer gaan afsluiten. Ja, ik vond het leuk. Ik zal nog wel even volgende klikken, want dan kan die het spel even opslaan. En dan gaan we naar nachtelijke sessie. En dat is helemaal aan het begin van de tijdlijn zo te zien. Ik zie een klein bolletje. En je ziet ook dat ik echt nog wel 1, 2... Ja, ik moet nog best wel veel bolletjes. Maar ja, hier gaan we dus stoppen met dit verhaal. En volgende week zaterdag zijn we dan weer terug met deel 4 van dit spel. Ik hoop dat jullie hebben genoten van dit avondje. Ik heb sowieso erg genoten en ik vond het heel leuk dat jullie er ook allemaal weer waren. Want ik merk toch dat er een beetje een vaste groep continu kijkt naar deze game. Want ja, weet je wilt toch vanaf het begin tot het eind, wil je het gewoon lekker volgen. En dan is het logisch dat we dan... niet getreurd, volgende week zijn we terug. En ja, goed, ik hoop dat jullie van de week ook wel weer zien met een nieuwe stream. Want ik wil namelijk dolgraag weer Roblox doen. Ik wil ook heel graag Carrie's mod doen, dat we gaan verstoppen. Dus dat ga je dan vanzelf wel zien natuurlijk. Hè? Houd het in de gaten. Je hebt me gevolgd op Twitch. Dus als het goed is, krijg je ook een belletje. En anders kan je altijd nog even op mijn Discord kijken. Met uitroepteken Discord. Dat kan je nu live in de chat doen. En dan komt er een linkje en dan kan je joinen via Discord. En dan zal ik daar een melding maken wanneer ik weer live ben. Maar sowieso kan je het vast in je agenda schrijven. Volgende week zaterdag om 18:30 om 18:30 zijn we weer live op het Twitch kanaal. En als je de video niet kan kijken of niet bij de stream kan zijn, dan kan je natuurlijk ook de video bekijken op zondag om 19:00 op mijn YouTube kanaal. Nou, wat een informatie, maar ja, nou goed, dan weten jullie dat in ieder geval. Bedankt nogmaals voor het kijken en wat Rens zei, hi en tot de volgende keer. Doeg! Hi! Doeg!